De directie van het Mondiaal College in Nijmegen werd maandag op de hoogte gesteld van een dreiging richting de school op social media. Het gaat om een filmpje waar een automatisch geweer geladen wordt. En daarbij stond de tekst: ga morgen niet naar het Mondiaal College. De maker van het filmpje is dinsdagochtend gearresteerd. En volgens de politie was er geen sprake van een werkelijke dreiging. De directie van het college meent samen met de politie snel gehandeld te hebben.